In deze concertzaal in Amsterdam passen 17.000 mensen. Vandaag zijn er 1300 uitgenodigd en mag er na lange tijd weer gedanst worden. Ik vind het geweldig! Ja, even wennen, maar na 5 minuten was het voor mijn pink. Ja, helemaal geweldig. Maar nu al een superleuke sfeer. Iedereen alweer gezellig aan het praten met elkaar. Er treden verschillende artiesten op. Bijvoorbeeld DJ's Lucas en Steve, Lady B en Sam Veld. En dat hebben zij ook al even niet meer gedaan. Voor het groot publiek is echt al lang geleden. Dat denk ik dat het in maart geweest is. Ja, van vorig jaar 2020. Iedereen bij het feest is van tevoren getest. En je mag alleen naar binnen als je op dat moment geen corona had. En een feestje, daar hebben veel mensen wel zin in. Alle kaartjes waren in minder dan een half uur uitverkocht. Het is bizar om hier te zijn, maar het voelt ook zo gewoon. Weet je, dit heb je jarenlang niet meegemaakt en nu sta je hier gewoon weer. Met een aantal mensen dicht op elkaar en dat is gewoon, ja, raar. Niet iedereen mag zo dicht bij elkaar dansen. De zaal is in verschillende vakken ingedeeld. En op elke plek gelden andere regels. Alle mensen bij het podium dragen de hele tijd een mondkapje. De bezoekers rechts mogen ook dicht bij elkaar staan. Maar links moet iedereen 1,5 meter afstand houden. In het midden dansen alle bezoekers op 1 vaste plek. Ze staan op een stip en moeten daar blijven staan. Achterin de zaal mogen mensen alles. Ze hebben geen mondkapje en mogen zelf weten of ze gaan staan of zitten. En dan zijn er ook nog tribunes. Daar moet links iedereen afstand houden en iedereen aan de rechterkant mag wel naast elkaar zitten. Het is de bedoeling dat over een paar dagen iedereen weer een coronatest doet. En dan kijken ze of er bij de verschillende groepen besmettingen zijn. Ook hopen de onderzoekers meer te weten te komen over hoeveel contact mensen hebben tijdens zo'n feest. En dat wordt getest via gekleurde drankjes. In zo'n flesje zit water met een gele kleur. Een aantal bezoekers drinkt dat tijdens het dansen. Via een speciale lichtlamp hopen de onderzoekers te zien wat er bijvoorbeeld met spuug gebeurt als mensen meezingen. Ik wil kijken of die druppeltjes tot hoe ver die komen. En of die ook bij andere mensen, bijvoorbeeld op de rug, op andere plekken komen. Want mocht er een mogelijke besmetting zijn, dan zie je hoe dat overgedragen wordt. Ik vond het wel leuk. Het is een keer wel anders. En ja, een beetje water drinken met een kleurstof, ja, prima. En ook al is dit feest nu voor 1 keer, iedereen hier hoopt dat er gauw weer meer van dit soort dingen kunnen. Ja, het was mega, super vet om eindelijk gewoon mijn eigen muziek die ik in de studio gemaakt heb de afgelopen jaar live te kunnen draaien. Mensen horen meezingen, mensen zien springen. Ja, echt een ontlading van energie, dus hopelijk is dit voor mij een voorproefje voor de zomer en de toekomst.